vandaag verlaten we Portugal. Ons volgende doel is de pelgrimstad Santiago de Compostela. We maken een stadswandeling en willen de sfeer proeven van de pelgrims die hier elke dag arriveren uit alle windstreken. De meeste pelgrims bereiken pas 's middags Santiago de Compostela. Voordat ze arriveren, hebben wij nog voldoende tijd om de stad te verkennen. De huidige basiliek stamt uit de 11e en 12e eeuw en werd gebouwd onder Alfonso II. En het staat op de plek van de vroegere basiliek uit de 9e eeuw. In het park op de berg aan de rand van het centrum zijn volgens de plattegrond mooie uitzichtpunten. Dus even kijken. Een grote boom, of niet? Ja, dit is een reus, joh. Dit is een eucalyptus. Ik herken aan de losse barst hier. Zie je dat? Ja. Ruikt zo lekker. De pelgrimstad dankt zijn bekendheid aan de legende over de apostel Jacobus. Het stoffelijk overschot van Jacobus zou nadat hij onthoofd is in Palestina hier naar Galicië zijn gebracht. Het lichaam werd begraven in de berg Libredon. Op die plek werd later de basiliek gebouwd en werd daardoor bedevaartsoord. Wat een mooi, hè? Wat een verrassend binnenplein. Het Palacio was vroeger het verblijf van aartsbisschop Alfonso de Fonseca. Tegenwoordig wordt het onder andere gebruikt als universiteitsbibliotheek. Uiteindelijk weer terug op het belangrijkste plein van de stad waar de Camino eindigt. Op de westkant bevindt zich het paleis uit de 18e eeuw, gebouwd onder aartsbisschop Bartolomé Rejoy de Lozada. Het deed toen dienst als seminarie voor biechtvaders. Aan de noordkant van het plein staat het Parador de Santiago. Het diende vroeger als hostel voor de pelgrims. Hier had men recht op slaap, eten en zorg voor gewonde voeten en andere kwalen die het gevolg waren van de lange loopafstanden. Tegenwoordig is het een 5-sterrenhotel en volgens de stichtingsvoorwaarden biedt het hotel elke nacht nog kosteloze verzorging voor maximaal 10 echte pelgrims. De voeten symboliseren de soms verre en barre voettocht die de pelgrims afleggen. Vroeg in de middag bereiken de eerste pelgrims hun eindpunt van de Camino. Ze zijn te herkennen aan de Jacobsschelp op hun bepakking. Ook op de fiets wordt de Camino volbracht. Het plein voor de basiliek is het eindpunt voor de Camino, ofwel de pelgrimsroute. Het 0-kilometerpunt is voor alle pelgrims het ultieme eindpunt van de Camino en is te herkennen aan de afdruk van de Jacobsschelp.
In 2016 zijn ruim 250.000 officieel geregistreerde pelgrims met een Camino-paspoort hier gearriveerd. We hebben genoten van het enthousiasme en de ontlading van de Camino-gangers. Wij gaan niet lopen, maar met onze auto en caravan naar onze volgende bestemming. De afstand van Santiago naar Potes is ruim 450 kilometer. Wat een massief hier, hè? Ja, wauw. Yes, we rijden echt zo'n smalle gorge. Gaat het nog een beetje, grote smurf? Ja, het gaat wel. Al geconcentreerd rijden. Nou. Over hellende rotsblokken. Ja, dat je kervende niet afgesleurd wordt door een stuk rots. Maar voor de rest gaat het goed. Goed zo, mooi. We hebben onderweg veel hele lage bewolking en zelfs dichte mist gehad. Maar in de buurt van Potes wordt het weer steeds vriendelijker. We genieten volop van de uitzonderlijk mooie route. Ja. Heel oud bruggetje. Goed zo, mooi. We zijn nu op de weg. Oeh, dikke bus. Bus. Ja, dat is goed. Die is net pak breed in het dorpje. Ja, dat is een dorpje. Een hele andere bouw dan wij gezien hebben. Topjes daar. Ja, we zitten in een heel mooi gebied nu. Ik ben benieuwd naar de camping. Ja. Met de camping is niets mis. We hebben een hele mooie plek gevonden. Het zal lekker wakker worden zo, hè? Met zo'n uitzicht. Straks even op de fiets naar het dorp. Ja, dat is ver, hè? Kilometer 4 zijn. Ja. En de kabelbaan naar de Picos. Ja. Dus weer strak blauw. Ja, heel wat anders dan gisteren onderweg. Die zware bewolking. Straks even naar het toeristenbureau. Ja, met de fiets. Ja. En de voorspellingen zijn de komende dagen prima. Heel stabiel, we hebben wel weer heel veel geluk. Op de fiets naar Potes voor info bij het toeristenbureau. Potes is een gezellig toeristendorp met circa 1500 inwoners. Het ligt op de samenvloeiing van twee valleien en is een belangrijke toegangsweg naar de Picos Europa. Het riviertje Cuivisa onderin het dorp is via kleine trapjes en een smal pad te bereiken voor een korte wandeling. Mooie
logisch helemaal niet. Hè? Dan weer naar boven, naar de gezellige straatjes van Portes. Zo even wat drinken? Ja, goed idee. Nu weer verder op de fiets, naar een oud monasterio op circa 5 kilometer vanaf Portes. Het Romaanse monasterio is gesloten. Maar de kleine kloostertuin is te bezichtigen. Lekker cool. We rijden nog even door naar het kapelletje. Die kunnen we zien vanaf onze caravan. Na een flinke klim bereiken we het kapelletje. Het is veel kleiner dan we hadden verwacht. Wat is hier? Niet veel, kruis en beeldje. Nou, we gaan maar terug naar de camping. Ja. Ondanks de warmte, vandaag toch op pad voor een bergwandeling. Kijk, een hondje op de weg. Zo, hondje. Oh, hey. Koeien op de weg. Koeien op de weg. Dat is gaaf. Met een weidje. We hebben van mensen op de camping gehoord dat dit een mooie en niet zo'n zware wandeling is. Dus we laten ons verrassen. Het lijkt wel meer dan zo'n kloentje. Ja. Zwart-witte. Een bronnetje, hè? Ja. En je kunt ook de routestrepen zien. Die wit-gele, die volgen wij. Wat een rust, hè? Die is leeg. Ja, natuurlijk een bloedje heet, hè? Weet je, het is zo vochtig omdat het zo hard geregend heeft. Dus ik drijf. Boe. We genieten van de rust. En hebben gedurende de wandeling slechts twee mensen ontmoet. Nog een klein stukje. We zijn weer terug bij de auto. Ja, dat vind ik er ook wel, hè? Nou, dat is geweldig mooi.
Ja, echt wel. Heb je gezien dat hier schaapjes lopen in de oven? Ja. Dus het is een mooi beeld krijgen, hoop ik. Terug in het dorpje waar onze auto staat, nog even het oude dorpje bekijken. Mooi, hè? Ja, misschien, die witte, maar die geraniums dan. Het was een mooie wandeling. Nu weer terug naar de camping. Vandaag een relaxdag op de camping. Lekker genieten van het mooie uitzicht bij de caravan. Het is weer een warme, heldere dag, maar gelukkig kunnen we ons koelen in het zwembad bij de camping. Badmuts verplicht. Gelukkig hadden we die nog, jaren geleden gekocht bij een azuurcamping in Duitsland. Mooie badmuts heb je op. Ja, dat is verplicht. Charmant, hè? Ondanks de rare badkast. Vandaag vroeg op pad voor het laatste uitstapje vanuit Portes naar de kabelbaan Fuente D. Nou, we gaan vandaag de berg beklimmen, hè? Ja, we gaan nou echt naar de Picos. Het is heel mooi vroeg. Het is lekker rustig. De kabelbaan omhoog en dan daar wandelen. Eens kijken hoe dat is. Ja. Het is mooi weer, helder blauw. Maar in de namiddag kan het gaan onweren. Dus dan moeten we zorgen dat we wel op het einde van onze wandeling zijn. Ja. We zijn lekker vroeg nou. Dus gaat er wel goed komen. Fuente D. Ja, hier is de grote parkeerplaats aan het stoffen. De Fuente D is een van de populairste attracties van Cantabrië. Vanaf hier brengt de kabelbaan ons naar de kale toppen van de Picos de Europa. Denk ik. Ja, helemaal goed. Het grondstation ligt op een hoogte van 1100 meter. Waar wacht je op? Tot eindelijk dat luikje open gaat. We moeten bijna drie kwartier wachten. We dachten 9 uur open, maar het is pas om 10 uur. Oké, okay. Ja, maar wachten, hè? Ja. We worden uiteindelijk toch beloond dat we zo vroeg zijn, want we kunnen met de eerste cabine naar boven. Ja, daar gaan we dan. Ja, heel stijl omhoog. Jammer dat je niet vooraan staat. Ja, daar moet je even zo wachten. Het bergstation ligt op een hoogte van 1850 meter. Om deze te bereiken moeten we met de kabelbaan 750 meter overbruggen. We lazen dat er in het hoogseizoen dagelijks 3.500 mensen naar boven worden gebracht. Omdat we met de eerste cabine naar boven zijn gekomen, is het hier nog heerlijk rustig. Hier een mooi meertje daar. Ja, wel helder water.
een panorama aan het maken. Ja, dat is zo mooi. Ja, je blijft bezig hoor. De Picos de Europa is een bergketen met toppen tot 2600 meter hoogte. We dachten alleen op de wereld te zijn, maar dan plotseling een dappere dodo. Het pad moet nog helemaal naar boven. En het loopt in de zon. Nog heerlijk rustig, hè? Ja, en weet je, ik kom nog. Ja, ik kom omdat we zo vroeg waren. Ja. We waren eerst in de kamer. Ja. Hier en daar ligt er nog sneeuw. Misschien komen we vandaag nog zo ver. Maar we moeten rekening houden dat het in de namiddag kan gaan omweren. Het is zelfs op deze hoogte nog erg warm en de route wordt steeds zwaarder. Je moet wel kijken waar je je voeten neerzet, hè? Zie je die mensen daar helemaal in de verte? Ja. Zo ver moeten wij ook nog. Lekker snoepje. Ja, zo. Even een panorama maken. Ja, mooi. We zijn daar helemaal vandaan gekomen. Mede door de toch wel hoge temperatuur is het best afzien hier in de bergen. Maar we zijn bikkels en geven niet op. Hier gaan we even pauzeren. Goed idee, want ik vind het best heel zwaar. Hier voor me heb ik een stoeltje voor jou gemaakt. Dankjewel. Met een kussentje. Ja, een kussentje heb ik er niet bij, maar wel mooi platte stenen. Hier zo, ga daar maar zitten. Dankjewel. Ah. Oh, nee. Ben je moe? Kei moe. We hebben ons einddoel bereikt. Hoera, de sneeuw! Ja, wow. Ook de berggems heeft het warm en zoekt verkoeling op de sneeuw. Tijd voor onze lunch. De bergkraaien wachten op een lekker hapje. Mooie beesten zijn er. Vond ze lekker, hè? Wat is het, hè? Ze vangen het gewoon in de lucht.
pechblauwe lucht. Ja, maar een beetje het regent nou, hè? Ja, ze hebben wel onweer voorspeld, dus ja, misschien waait het over. Maar het is wel een aparte lucht zo. Flinke knalnest van Tom weer. Nou, brrr, schrik. Ik hoop niet dat er nog dichterbij komt. Nu snel terug. Hopelijk houden we het droog. Ja, dat zijn we zondag wel, als er woont. We zijn net voor de onweersbui terug bij het bergstation. Het was een avontuurlijke wandeling. Nu weer terug naar de camping. Morgen vertrekken we naar onze volgende bestemming.